Iedereen danst mee op snelle. En onze Desiree is eigenlijk weer de Artist Village ingesneakt om daar een muzikale ster te strikken voor een diepte-interview. Deze, wie heb je in de val laten lopen? Ja, ik heb nu naast mij Paul de Munnik, natuurlijk van Acta de Munnik. Ja, Paul, dan is de vraag ook meteen, waar is Thomas? Thomas, ja, nou, dat is een heel verhaal. Nee hoor, Thomas is niet helemaal fit. En we moeten straks een uur op het podium hier knallen. Dus we hebben bedacht, nou, dan moet je maar even gewoon lekker in je kleedkamer blijven. Die vervelende interviews, die doe ik dan wel, dacht jij. Ja, nou ja, goed, je staat toch op de tocht hier. Kijk, het is een hele mooie zee, maar we staan toch op de tocht. Dus het is misschien handig dat Thomas dan even zijn rust neemt. Dat was eigenlijk het idee. Dat snap ik. Zeg, om 8:30 staan jullie op de mainstage. Het is de tweede keer concert at sea. Wat verwachten jullie ervan? Tweede keer concert at sea? De tweede keer heb ik mij laten vertellen. Ben ik verkeerd voorgelicht? Ja, dat dit al onze derde keer was, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Wij gaan dit checken. Misschien is het de derde keer, maar goed, dan alsnog. Wat verwacht je ervan? Nou ja, ik verwacht... Ik heb het altijd een heel echt gek festival gevonden. En dat we nu weer hier op mainstage mogen staan is echt supergoed. En prachtige spot, 9:30, 9:30. Dus snel is nu bezig en ik denk, nou, hierna mogen wij. Dus dat is echt te gek. Je hebt meteen een mooi voorprogramma zo, hè? Ja, zeker. Joost Klein heeft het heel goed gedaan. En dan en nu snelle en nu mogen wij straks. Dus nou, wat fantastisch. Zeg, vorige week spraken we jullie nog op Pinkpop, waar Thomas vertelde dat hij zulke grote festivals eigenlijk altijd een beetje heeft tegengehouden. Want hij vindt jullie meer theatermakers. Toen dacht ik, vind jij dit dan gewoon stiekem heel leuk? Of wat is het dan dat je toch zegt, we doen het? Nou, we hebben in die tijd dat we best beroemd waren, hadden we op een gegeven moment bedacht van, nou, we willen best festivals gespeeld. En toen hebben we toen ook wel hier gespeeld. Maar bijvoorbeeld Pinkpop of echt een festivalseizoen draaien, is echt, dat vraagt wat anders. Dus je moet zorgen dat het team om je heen helemaal goed is. Je moet op een heel andere manier het publiek te lijf gaan. En eigenlijk kwamen we daar gewoon nooit echt aan toe. En dit jaar hebben we gedacht, we hebben vorig jaar de Ziggo's gedaan. En toen waren we toch al groot aan spelen. Ik dacht van, nou, dan kunnen we ook wel kijken of we niet met die hele omgeving die we hebben, de hele mensen om ons heen, de hele crew, alles naar die festivals toe kunnen. En dan is het wel een keer leuk om te proberen. Als je het maar zorgt dat je het goed voorbereidt. Ik snap het. Zeg, jullie staan dit najaar 4 avonden in Rotterdam Ahoy. Hoe gaan de voorbereidingen daarvoor? Ja, goed, we zijn nu aan het bedenken wat we daar eigenlijk willen gaan doen. Dus dat is ook heel leuk. We hebben vorig jaar de Ziggo's gedaan. Het was een bepaalde show. Het was ook echt de reunieshow. En aan het eind van deze festivalseizoen sluiten we eigenlijk de reunie-idee af. En gaan we weer gewoon verder als Acta de Munnik. Dus moet echt wel een nieuwe show staan met een heel nieuw beeld, een nieuw gezicht. En daar hebben we heel veel zin in. Gewoon om te kijken om weer iets nieuws neer te zetten. En kan je ons alvast een klein tipje van de sluier geven? Of is dat nog te veel gevraagd? Ja, weet je wat? Kijk, wat je net zei. Kijk, we zijn eigenlijk theatermakers. We hebben altijd bedacht, er moet een verhaal zitten. Je moet wel meegenomen worden in het verhaal. En dat gaan we toch wel weer zoeken. Ook in dat je gewoon je concert speelt. En je wil gewoon je grote nummers spelen. En mensen willen meezingen. En je wil die zaal op zijn kop zetten. Maar we willen toch ook een verhaal blijven vertellen. En dat gaan mensen ook in Ahoy weer zien. Nou, ik ben heel benieuwd, maar zometeen dus eerst nog op concert at sea. Heel veel plezier. Dankjewel. NPO Radio 2.